In Noordoostpolder worden vanaf vandaag de nieuwe aardappelen geoogst. Die zitten bij mij nog in mijn keel, hoor je. Ik hoor het. En traditiegetrouw gaat dan het eerste kistje naar het Koninklijk Huis. Ja, bij die oogst staat onze verslaggever Ilona de Vries in Marknesse. Ilona, grote vraag is natuurlijk, zijn de aardappelen, die eerste aardappeltjes, al de grond uit? Hi, goedemorgen. Ja, nou, of goedemiddag moet ik zeggen. De eerste aardappeltjes zijn al de grond uit. Sterker nog, de lunch moet nog beginnen. Maar de eerste frietjes van deze aardappels zijn ook al gemaakt en opgegeten. En naast mij staat burgemeester Auk van der Werf van Noordoostpolder. Kistje aardappelen dus vanochtend uit de grond gehaald. Bedoeld voor het Koninklijk Huis. Gaat naar Wassenaar. Zijn het eigenlijk flinke eters daar in Wassenaar? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wat ik wel weet is dat ze onze aardappelen bijzonder op prijs stellen. Want we versturen ze elk jaar en we krijgen ook elk jaar een keurige bedankbrief. Dus ze vinden ze zeker lekker. Maar laat ze zich dan ook uit over de smaak of wat voor aardappelen ze de volgende keer liever willen? Nou, weet je, toen het koninklijk paar in Emmeloord was, toen had met name koningin Maxima enorm veel belangstelling voor die kleine paarse aardappeltjes van die pepito's van Bio Romeo. Dus ze houden daar zeker van. Maar ik krijg geen terugkoppeling over hoe nu de aardappel van dit jaar uitgevallen is. Ja. Dit jaar is dus de aardappel Vitabella, die al vroeg uit de grond is gehaald. Waarom deze aardappel die kant op? Ja, we hebben hier in Emmeloord, in Noordoostpolder, hebben we het Agro Food Cluster. Het Agro Food Cluster behartigt de belangen van de landbouw in de meest brede zin des woords. En die selecteren elk jaar een bedrijf wat de koninklijke aardappel mag gaan rooien. Dus niet een wedstrijd of zo, maar ze kunnen zich aanmelden. En dit is nu het derde opeenvolgende jaar en ook het derde opeenvolgende handelshuis. Ja, en ik heb begrepen dat deze Vitabella, dat die zowel gekookt als gebakken kan worden. Hij is ook gefrituurd al. U heeft hem volgens mij al geproefd? Ja, we hebben daar al van mogen lunchen. En ik kan je verzekeren dat hij heerlijk is. We hebben gezien hoe het gemaakt wordt. Ik heb ze zelf gerooid. Daarna werden ze gewassen, moesten ze door zo'n pers gehaald. En dan heb je al die frietjes. Dan moeten ze voorgebakken worden en nog een keer afgebakken. En dan heb je een heerlijk product. Ik kan het je alleen maar aanraden. Nou, dat gaan we dan zo even proberen, denk ik. Wat ik nog wel graag even wil weten. We weten natuurlijk dat u het Koninklijk Huis een warm hart toedraagt. Hè, ook met Koningsdag in 2013. Maar is dat nou de enige reden dat deze aardappelen die kant op gaan? Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, ze komen niet om van de honger in Wassenaar. Daar zit ik niet over in. We doen het vooral voor de promotie. We willen heel graag dat deze gemeente gekend wordt vanwege zijn aardappelen. In de wereld is dat ook al zo. Hè? We zijn wereldbekend vanwege onze aardappelen. Ja, dat moet even gezegd worden voor de mensen die Emmeloord binnenkomen rijden. Moet ook even opletten op het bord Emmeloord. Want daaronder staat namelijk... Daaronder staat World Potato City. En dat zijn we. We zijn gewoon in de wereld, zijn wij de stad, het gebied waar de meeste kennis over de aardappelteelt verenigd is. Je hebt hier de meeste pootaardappelen, je hebt hier de meeste consumptieaardappelen en de meeste kennis over dat terrein. Zeker. Nou, wij gaan denk ik nog eventjes kijken of er wat frietjes in de frituurpan liggen die we kunnen proeven. Ja. En ja, kom ik op terug. Oké, okay, Ilona. En neem ze maar mee, hoor. Ze zijn welkom hier. Ja, ik heb wat trekken in een patatje. Een zakje pootaardappelen, waarschijnlijk. Daar ben ik dol op.